In deze tutorial gaan we aan de slag met Android layouts om een scherm te tonen en code uit te voeren na het klikken op een button. In je Android Studio starten we een nieuw studio project op. Als je niet meer weet hoe dit moet, kijk dan in het vorige filmpje. We gaan aan de slag met layouts, dus onze nieuwe applicatie zal als naam krijgen Tweakers Layout. Kies wederom voor dezelfde settings. Om layouts te beschrijven maakt Android gebruik van XML. Bij het genereren van je applicatie is er automatisch al een layout aangemaakt. Deze kun je vinden door in de Android Studio te gaan naar de map app/res/layout en dan activity-main.xml. Als we deze openen, zal Android Studio de standaard design view laten zien. Dit is een drag-and-drop omgeving waar we op dit moment nog even niets mee doen. We gaan direct even kijken naar hoe de code in de XML eruit ziet. In ieder geval klikken we op het tabje tekst links onderin. In deze XML zien we dat er standaard de tekst Hello World staat. Om wat meer interactie aan deze applicatie toe te voegen, gaan we een knop toevoegen aan de layout. Android layouts bestaan meestal uit een relative layout of een linear layout. In de bestaande gegenereerde layout kun je zien dat hier gebruik wordt gemaakt van een relative layout. Binnen deze relative layout is een text view aanwezig. Dat is een object waarin tekst kan worden weergegeven. Je ziet hier dan ook dat de tekst Hello World is aangegeven bij het Android Text attribuut. Nou, nu gaan we aan de slag door de tekst Hello World te veranderen in Hello Tweakers. Sla het code op en start de applicatie. Zoals verwacht kun je nu zien dat de tekst in de text view is aangepast. Nu voegen we een knop toe, een zogenaamde button, door de volgende code toe te voegen onder het TextView element. Het attribuut tekst wordt gebruikt om de tekst te bepalen die op de button of op de knop wordt getoond. Het attribuut LayoutWidth en het attribuut LayoutHeight geven aan hoe de knop moet worden gerenderd op het scherm. In dit geval is de standaard gekozen voor wrap_content, wat aangeeft dat de breedte en de hoogte van de knop wordt aangepast aan de tekst die erin staat. Er kan hier bijvoorbeeld ook worden gekozen voor de invulling fill_parent, die de ruimte opvult die er aanwezig is. De tekst van de TextView loopt nu dwars door de button heen. Dit komt omdat we gebruik maken van de relative layout. Dit kun je aanpassen door de relative layout te veranderen in een linear layout. Dit zorgt ervoor dat de elementen naast elkaar worden weergegeven in plaats van op elkaar. Om straks een actie te kunnen koppelen aan de knop, geven we de knop een ID mee. We zetten de waarde @+ID/myButton als ID voor de knop. Nu we een knop hebben toegevoegd aan de layout, willen we er natuurlijk een activiteit aan koppelen. Ga hiervoor naar de class mainActivity.java, welke je kunt vinden in de map app/java/com.example.tweakerslayouts en dan de mainActivity.class. We willen nu dat de melding, de toast, die we in de vorige tutorial hebben gemaakt, wordt geactiveerd op het moment dat er iemand op de knop drukt. Dit doen we door de volgende code te schrijven onder setContentView. We beginnen met het maken van een variabele die naar de button verwijst. Dit kunnen we doen door de findViewById methode te gebruiken en daarbij als parameter mee te geven r.id.myButton. Het r-object van Android bevat alle ID's die je hebt aangegeven in de layouts. De findViewById methode geeft een generieke view terug die we met het stukje button kunnen casten of om kunnen zetten naar een button met de naam myButton. Vervolgens gebruiken we de setOnClickListener methode van de net door ons aangemaakte button, waarbij we willen aangeven dat er een bepaalde actie moet worden uitgevoerd op het moment dat er op de knop wordt geklikt. De viewOnClickListener heeft een methode onClick die wordt geannoteerd met een addOveride. Override betekent dat wij doorgeven aan Java dat we deze methode zelf definiëren. Java zorgt er vervolgens voor dat de methode wordt uitgevoerd op het moment dat de gebruiker op de knop drukt. Binnen de onClick-methode geven we aan wat er moet gebeuren op het moment dat de gebruiker daadwerkelijk op de knop drukt, namelijk het laten zien van de toast uit onze eerste video. Sla de code op en run de applicatie. Daar is onze applicatie en je zult zien dat elke keer als ik op de knop druk, dat de toaster uit het vorige instructiefilmpje wordt getoond. Probeer eens de tekst te wijzigen van het TextView object op het moment dat je op de knop drukt.
Tip nummer 1. Als je de tekstview wil aanpassen, is er een verwijzing nodig in de code naar die tekstview. Dit hebben we voorheen gedaan met een ID. Tip nummer 2. Een tekstview heeft de methode setText, waarmee je de tekst van de tekstview kunt veranderen. Layouts en views zijn in Android van nature vrij statisch, maar je kunt ze ook dynamischer maken, bijvoorbeeld door ze te animeren. Probeer daarom eens de tekstview te animeren op het moment dat de gebruiker op de knop klikt. En lukt het je ook om de knop te laten uitvaden? Heel veel succes verder met ontwikkelen. Kijk voor meer informatie ook bij onderstaande links. En als je nog vragen hebt, ben je altijd van harte welkom op het forum. Volgende keer gaan we verder met views en navigatie.